Niet in de beker, maar wel in de competitie. Dus met Klaas als Dietman. Maar met dit elftal gaan ze proberen wraak te nemen, zal ik maar zeggen, op het vertrek van Elsner naar Standaard. Zien Groot moet naar voren denken. Nou, moet hij ook wel een poging doen. Dan poging met de linker. Goeie tik van Okensi voor Van de Dries. Die wacht even met het versturen van de paas. Selemani in één tijd. En dat is het beste van wat KV Kortrijk al heeft laten zien. En dan is er uiteindelijk Bodaar. Die toch nog pakt. De officiële match voor Standaard. Een jubileummatch eigenlijk. Maar Gueye was toch wel dicht bij de openingsgoal. Het is Tussen die nog wegwerkt. En omdat dat geen terugspeelbal is natuurlijk. Rasken weer op de been. Helemaal hersteld en dan de deviatie met links van Klaus. Zorgt kort voor de rust, voor applaus op de banken. Soort mogelijkheden schaars in de eerste helft. Poging tot van João Klaus. 24 meter. Blessure tijd, zie ik, hè? Nou ja, verraderlijk op, venijnig. Door de... moest Ilić daar wel heel alert zijn. Net binnen het bereik natuurlijk wel. Een paar seconden nog. Dus misschien mag deze paas nog wel vertrekken van Sikke. Rebouche, goed idee. En dan, waarom niet? Ilić, goede redding nu. Absolute slotfase. En het was een Kunku met de rechter die zijn kans waagde. Vensi. Die hem allemaal gaan bedanken, omdat de ruststand dus 0-0 is en niet alsnog 1-0. Nog lichtjes verraderlijk. Mayo in samenspel met Selemani. En die hoopte dat hij daar opnieuw zou opduiken. Hier aan de tweede zone, Gueye. En dan is daar de gelijkmaker. Dan is daar de openingsgoal, moet ik zeggen. Van KV Kortrijk. Moet iedereen dit nog eens bekijken? Was het buitenspel van Gueye? Daar is een kans. En dan probeert Sikke nog te redden wat er te redden valt. Maar in elk geval zal het VAR-team een lijn moeten trekken. Stevige kopslag. De eerste actie is een compleet mislukte. En dan gaat hij ook een overtreding maken. En dan krijgt hij meteen geel. Wat een invalbeurt van Aaron Dunn. Een compleet valse start is dat. Gelukkig is er nog tijd. Maar dat zat wel goed in elkaar, deze combinatie. Muleka. Rasken in de 16 meter. De voorzet die komt en daar is net niet de gelijkmaker van Bastien. Was er al wel voor? Nee, dit is mogelijk buitenspel. Als je dan toch nog deelneemt aan de actie. Denoem. Daar komt uiteraard toch een soort van druk aan. Het moet nu eenmaal voor Standaard. Nog Dunham, buitenkant voet. Ilić kijkt even en die bal passeert. En dan is het Klaus die opvangt. Kunku, aflegger van Carcela. Is een assist van Carcela. En een andere invaller. Bocadi die scoort. Na een assist van Mehdi Carcela. En dan heeft hij toch een mooie ingeving. Werk. Keurig op maat. En dan mooi binnengewerkt door Merveille Bocadi. Knap hoor. Maar het is wel de blessuretijd en dan is het alle hens aan dek. Dat is nogal duidelijk. Dunham. Zoekt daar Klaus. De tweede zone, de kommel van Klaus. En dan gaat hij voorlangs. En dan is het gewoon een doeltrap voor KV Kortrijk. Tweede minuut blessuretijd. Ik denk dat hij daar de tweede... Nee hoor, het zit erop, zegt Erik Lambrechts. En dan levert Standaard KV Kortrijk
toch geen winnaar op. En 1-1 gelijkspel, dat wel.